Oké, dit wordt even schrikken, vooral voor Elise zelf, denk ik. We nemen eerst de linkerhand eventjes door. We beginnen met het A-mineur akkoord. Je zet je middelvinger op de C, pink staat dan op de A. Je speelt pink, middelvinger, duim. Het tweede akkoord zet je je wijsvinger op de plek waar je pink nu staat. Zo. En je pink staat nu op de E. Je speelt het E-akkoord. Alleen dit is niet het goede E-akkoord, dit is niet wat we nodig hebben. Dit is het E-mineur akkoord. Dus wat je moet doen is je middelvinger verplaatsen van die witte toets waar die op staat naar de zwarte toets, de middelste van de drie zwarte. Dat is het goede E-akkoord. Dus nog een keer, je speelt A-mineur, E, A-mineur. En voor het tweede deel speel je het C-akkoord, het G-akkoord, het A-mineur-akkoord en het E-akkoord. Dat is alles wat de linkerhand doet, dus daar komen we uit. We gaan gauw kijken naar de rechterhand. Die begint met die wiebel. Zet je middelvinger op de C. En je speelt die wiebel. En daarna, als je uitgewiebeld bent, 2, 4, 3, 1. En dan links met het A-mineur akkoord. Dus wiebel. 2, 4, 3, 1. Tweede regel. 3, 2, 1, 2. En dan het E-akkoord. En de volgende is 4, 3, 2, 3. Met het A-mineur akkoord. Nog een keer wiebelen. 2, 4, 3, 1. 3, 2, 1, 2. En 4, 3, 2, 1. Dus. Tweede deel. We beginnen met 2, 3, 4, 5 en het C-akkoord. Dan 5, 4, 3, 4, het G-akkoord. 4, 3, 2, 3 met het A-mineur-akkoord. En 3, 2, 1, 2 met het E-akkoord. Dus 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 4. 4, 3, 2, 3. 3, 2, 1, 2. En dan gaan we weer wiebelen. Oké, wat we nu gaan proberen is om er zelf wat leuks van te maken. Pak alle techniekjes die je in de vorige lessen geleerd hebt erbij. En kijk wat er gebeurt als je iets met de linkerhand verandert. Bijvoorbeeld. Of probeer ook wat anders met rechts. Leef je uit. Heel veel plezier ermee.